Ik hou van Nederlands. Do you think the University of Amsterdam is too full? I don't think so. Ja, het wordt wel wat voller allemaal. We're second years, I think there were 500 of us last year. But the previous years there weren't, so it's not really set up for all of us. De ruimtes waar je bijvoorbeeld computer kan halen of dat je wil studeren hierboven vooral, in Oudemans Huispoort, dan kan het wel inderdaad heel lastig zijn om een plekje te vinden. At some point you just have to deny people because the course is full. Geert ten Dam, de bestuursvoorzitter, die denkt dat de enorme toestroom van internationals het probleem is. Merk jij daar iets van? Nou, ik doe dus wel een Engelse studie, maar ik heb daar ook specifiek voor gekozen. Dus ik denk ook niet dat dit als een probleem zou ervaren. Ik denk dat er een groot voordeel zit met het aantrekken van buitenlandse studenten. I don't think it's something that we can really fix, because it's inevitable. Like, the world is getting globalized and there's going to be a lot of international people moving in different countries too. Denk je dat verengelsing een probleem is? Nee. Het is soms wel een beetje doorgeslagen en heel vaak moeten wij ons ook aanpassen aan de Engelse studenten in plaats van andersom en zo. I am personally learning Dutch because I think that's a way to appreciate the culture and really respect the country that I'm living in right now. I mean, it's gezellig, you know. Ik heb wel het liefst gewoon les in het Nederlands, zoveel mogelijk. There has been a proposal for installing a numerous fixes, but then only for the English track. What do you feel about that? As an international student, I'm obviously not super into the difference between the Dutch students and the international students, but I kind of also completely get it. Both Dutch students and international students should have like the same access to everything. Under an educational institution, like, every student should be equal, and there should never be an advantage on a specific ethnicity or nationality, so. En denk je ook dat in verband met het huisvestingprobleem dat het misschien eerlijk is om meer nee te verkopen aan internationale studenten die hier willen komen? Ik bedoel het huisvestingprobleem van het wonen. Ja, ik vind dat op een andere manier moet worden opgelost. Ik vind het gewoon inderdaad heel lastig om tegen mensen te zeggen jullie mogen hier niet komen want we zitten vol. There's also like other housing options like outside of Amsterdam, but like a lot of my friends are doing that. So I don't think that should be a factor for, you know, like university, how university should operate. De problemen zijn wel echt heel erg groot. Maar daar moet iets aan gebeuren, maar niet door mensen vanuit het buitenland te weigeren.